Goedemiddag, we staan hier bij Stichting Schreuder van der Kolk en ik sta hier bij Ellie van der Vliet en Joey Scheik. Ellie, zou je me eens kunnen vertellen wanneer is Stichting Schreuder van der Kolk opgericht en wat zijn jullie behalve een kringloopwinkel? Hallo, hartelijk welkom bij Schreuder van der Kolk. Schreuder van der Kolk is het 90-jarig bestaande stichting in Den Haag. Wij zijn bekend van 10 kringloopwinkels in Den Haag en inmiddels ook 1 in Rotterdam. Behalve de kringloopwinkels zijn wij ook bekend van de opvang voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Wij doen de bed-bad-broodregeling voor de gemeente Den Haag, de winteropvang. En we hebben hele grote dagbestedingstrajecten en ook open inloop. Is het nu ook zo dat bepaalde mensen bijvoorbeeld die nog niet echt toereikende scholing hebben, de maatschappij ook bij jullie terecht kunnen? Dat kan inderdaad. Schreuder van der Kolk is een erkend leerwerkbedrijf. En wij kijken ook van waar mensen zelf behoefte aan hebben. Wat aansluit bij hun affiniteit. En we proberen op die manier mensen een diploma te laten verwerven. Werkervaring te laten verwerven. Of soms basale vaardigheden bij te brengen. Zoals op tijd komen, een afspraak maken. In ieder geval weer een normaal dagritme te laten opbouwen. En kunt u misschien iets vertellen over wat we hier op dit moment zien en wat mensen hier zouden kunnen komen doen als ze hier bijvoorbeeld naar de winkel toe komen? Nou, de variëteit aan spullen is enorm in de winkel, zoals je ziet. Van bankstellen, meubels, potten en pannen, elektronische apparatuur, van alles kun je hier krijgen. Maar mensen kunnen hier ook terecht voor dagbestedingsactiviteiten. We hebben ook een kleine fietsenmakerij. Een open inloop is hier ook op deze locatie op de Kerkentuinenweg. En we werken steeds meer samen met allerlei partners in het maatschappelijk domein. Zoals bijvoorbeeld Rode Kruis, de Voedselbank, een aantal andere ketenpartners in zorg en welzijn. En ook met de Zorgdiscounter. En daarvoor staat naast mij onze partner Joey Schreck van Zorgdiscounter. Joey, zou je me eens kunnen vertellen, hoe zijn jullie eigenlijk op het idee gekomen van de Zorgdiscounter en hoe heb je dat naar Schreuder gehaald? Op een gegeven moment toen hoorden wij dat de zorgartikelen, of tenminste de rollators en rolstoelen, uit het pakket zouden gaan. Waardoor dus sommige mensen met een lage beurs het eigenlijk niet meer zouden kunnen betalen. Want een gemiddelde rollator of rolstoel zijn nog duurder, maar rollators zijn bij een zorgwinkel gewoon boven de 100 euro en meer. En toen ben ik gaan kijken waar kunnen we dat het beste opstarten met de winkels die laagdrempelig zijn. Toen heb ik Ellie benaderd en toen hebben wij eens gekeken van kunnen we misschien een pilot opstarten. Om te kijken of wij gebruikte zorgartikelen, maar ook nieuwe zorgartikelen tegen relatief lage prijzen in deze winkels weg kunnen zetten. En dat hebben we gedaan. Nou, de pilot is geslaagd en dat hebben we nou uitgebreid naar 4 winkels en 1 in Rotterdam erbij. En hoe merk je dat mensen dit een laagdrempelige manier vinden om bijvoorbeeld hun hulpmiddelen te halen? In kringloopwinkels komen mensen graag. En dan zien ze dus dat hier ook dat soort hulpmiddelen te koop zijn. Tegen relatief lage prijzen. Sommige zijn gebruikt, andere zijn nieuw. Maar de drempel om binnen te lopen is een stuk lager als in een gewone zorgwinkel. Zoals ik al zei, iedereen komt hier. Dus ook kinderen van mensen die zorghulpmiddelen nodig hebben, die komen hier en die zien het. En die denken van, nou, dat is relatief goedkoop. En het wordt allemaal eerst schoongemaakt, het wordt nagekeken, het wordt opnieuw gekeurd voordat het in de winkels terechtkomt. Dus het is natuurlijk ook nog eens gewoon, het ziet er allemaal gewoon netjes uit. En wat zien we hier bijvoorbeeld voor hulpmiddelen staan? Voor welke hulpmiddelen kunnen mensen onder andere terecht? Nou, ze kunnen hier terecht eigenlijk voor allerlei hulpmiddelen in de zorg. Hier zie je bijvoorbeeld een gebruikte rollator, een gebruikte rolstoel. We hebben nieuwe rollators, poststoelen, sta-opstoelen, zelfs een scootmobiel. Dus eigenlijk alles wat in de zorg gebruikt wordt en te herbruiken is, daar kijken wij, we refurbishen het eigenlijk. Tegenwoordig doen ze dat veel met computers en wij doen het eigenlijk met zorgmiddelen. Oké, heel erg bedankt voor de informatie en ik wens jullie nog heel veel succes met dit concept. Dankjewel. Graag gedaan, bedankt.